Alright, zijn we weer. Terug op de Berendonk. Dit keer met wat andere boards. Ik heb hier namelijk Hyperlite erbij gepakt. Systembindingen rijd ik al een tijdje, dus ja, daar ben ik al hartstikke enthousiast over. Maar het gaat me deze keer vooral over het board. Dit is de Blacklist, pro-model van Grain Viewers. Ik heb de 1,49. En dit board is echt een beest op obstakels. Super veel pop, snel op het water. En eigenlijk mijn favoriete features van dit board, zie je eigenlijk op de base wel. Hij heeft een soort railtrekker in de nose en in de til, waardoor je eigenlijk wat meer durft te pressen. Helpt jou gewoon om net iets meer te durven te duwen. En je ziet hier eigenlijk een, ja, als het ware een soort shint rail lopen. Je ziet een beetje aan de krasjes. Zorgt ervoor dat je gewoon minder snel een edge pakt. Ook als je obstakels pakt die een beetje imperfect zijn. En eigenlijk ook uniek aan dit board is dat hij boven en onder op de tip en de til ook gewoon doorloopt. Als jij op zoek bent naar een board waar je gewoon hartstikke goed op obstakels mee kan rijden. Als je ook nog eens een keer een kikkertje wil pakken. Is dit gewoon een hartstikke leuk board voor jou. Dit is de Hyperlite Blacklist.